Het telecommunicatiebedrijf Suriname zal haar netwerk in het binnenland verder uitbreiden. Wij zullen het telefoonnetwerk uitbreiden, zegt Mike Antonius, directeur van Telesuur. Antonius geeft aan dat Telesuur een landelijk bereik heeft en niet alleen in de kustvlakte te ontvangen is. Het bedrijf gaat verder naar het zuiden toe. De planning van Telesuur is om het netwerk uit te breiden tot Alalapadu. Dat is waar wij aan werken en op dit moment hebben wij niet overal 4G. We hebben in sommige gebieden nog 3G. Waar we mee bezig zijn nu is uitbreiden van 4G. Verder uitbreiden van 4G in Paramaribo en Wanica. En we hebben, daarmee zijn we nu bezig. En in het tweede semester, binnenkort moeten we daarmee aanvangen, gaan we naar de overige districten. Verder met de uitbreiding van 4G LTE. We hebben dat op een zodanige manier gepland dat wij er naartoe werken om richting eind van het jaar veel hogere snelheden dan we nu reeds bieden te leveren op ons mobiel netwerk. Dat is aan de ene kant als het gaat om 5G. Dan kan ik met trots vertellen dat als het om 5G gaat, hebben we 30 sites in het commercieel centrum van Suriname, in Paramaribo, waarbij in het commercieel centrum we een 30 aantal stel sites hebben, waar wij ongeveer een snelheid halen van 1 gigabyte. Volgens Dorik Ramlakan, onderdirecteur Technisch Directoraat, is het bedrijf nog steeds bezig om in de kustvlakte en de omringende districten haar internetnetwerk te verbeteren. Momenteel zijn er al ruim 11.000 nieuwe klanten aangesloten op het glasvezelnetwerk. We zijn bezig nu klanten die LTE-boxen hebben, die witte LTE-boxen, die worden gemigreerd naar glasvezel. Dus ook een oproep naar de klanten toe. Graag weet je, migreren, want de LTE-box heeft een snelheid van 2.1 of 3.1. Mm-hmm. Op glasvezel start je met een 10.3 als snelheid en kan gaan 20.3 en hoger. Daarnaast hebben we de hangkoperklanten, ruim 7.000 klanten die nog over zijn. Die migreren we, die willen graag dit jaar afronden migraties, zodat we meerdere klanten hebben op een nieuw netwerk. Het netwerk is reeds daar, maar is alleen van, moeten de klanten migreren. En het oproep ook van, werk mee met de migraties. Klanten zijn niet geneigd om die LTE-box af te staan, maar het is een duur product voor Telesuur, omdat het een mobiel netwerk is. Dus op een gegeven moment zullen we ook als Telesuur volgend jaar het product moeten gaan aanpassen. Ja. Dat is niet ongelimiteerd data blijven kunnen gebruiken. Daarom zeggen we klanten, stap over naar glasvezelnetwerk die reeds beschikbaar is in je gebied. En dan bouwen we af het LTE-product Fix LTE. Dorik Ramlakan, onderdirecteur Technisch Directoraat van Telesuur. Volgens directeur Mike Antonius probeert het bedrijf op een verantwoordelijke manier om te gaan met haar klanten als het om de tariefsverhogingen van haar producten en diensten gaat.